Robert van Hoesel, Super Fancy staat er nu achter je naam. Dat is de titel van wat jullie ontwikkeld hebben vannacht? Van ons team. Ja, van jullie team. Wat heb je gemaakt? We hebben Bolly gemaakt. En Bolly is de slimmere versie van Billy. En Billy is het karakter van bol.com. Ja. En we hebben Billy slim gemaakt door hem te leren wat zijn producten nou eigenlijk zijn en voor wie. Dus je kan nu naar bol.com gaan en heb je echt een hele lijst met filters die je kan selecteren. Dus het moet voor iemand van 12 jaar zijn, mag maximaal €50 kosten. Het moet een speelgoedauto zijn. Je bent best wel lang bezig om te vinden wat je wil vinden. En wat we hebben gemaakt is van Graph Search, zoals Facebook dat ook heeft, voor bol.com. Dus je kan naar onze website gaan en dan tik je in. Of spreek je zelfs in. Het zit er nu ook net in. Na de pitches helaas. We zijn gewoon lekker doorgekookt. Maar dan typ je in, ik ben op zoek naar een cadeautje voor mijn nichtje van 4 jaar. En dan krijg je gewoon meteen bovenaan producten die matchen bij wat jij zoekt. Of ik ben op zoek naar een goedkoop cadeautje voor een tiener. Of ik heb nieuwe spullen nodig voor mijn baby. Het is een jongetje. Het is mijn zoontje. En wat wij dan doen is op de achtergrond dus zeggen, het is een zoontje. Kijk, mensen weten wel dat het een jongen is. Weet je, vanzelfsprekend. Ja. En wij hebben bol.com slim gemaakt door die vertaalslagen te kunnen maken. Dus van leeftijden, van leeftijdsgroepen, van relaties. Dus moeder, vader, oom, nichtje, et cetera. En hoe doe je dat? Is dat een standaard set van woorden? Is dat een standaard taal? We hebben dus 2 aanpakken gedaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat we echt wel vannacht dachten van dit gaat niet meer lukken. Ja. Zeker toen de bol.com meneer naar huis was en wij op een gegeven moment niet meer de API in konden omdat we te veel vroegen, et cetera. De ene aanpak wat je kan doen is je kan een zin pakken, die gaan ontleden. En daar een woordenboek tegenaan gooien en kijken wat de zelfstandig naamwoord is, wat de stam is en of je het enkelvoud daarvan kan vinden in de bol.com catalogus. Nou, dat is een enorme stap om te zetten. Wel de meest accurate. Maar omdat we hier gewoon gaan voor proof of concept, hebben wij het andersom gedaan. Dus we hebben een zin. En dan gaan we gewoon matchen van, komen hier categorienamen voor die bol.com heeft. Dus je hebt het over speelgoed, hebben we speelgoed? Ja. Je hebt het over Angry Birds, hebben we daar een merk van? Ja. Hebben we Lego? Ja, oké. En dan pakken we dus die zin samen. Dus we zoeken een speelgoedauto. Het is voor een jongen van 12 jaar. Moet van Lego zijn. En dan blijft er gewoon een steeds kleinere groep van producten over. En dat laten we dan zien. En bol.com zelf heeft honderden duizenden producten. Maar ook al tienduizenden categorieën. Dus het is een hele serieus, grote... Serieus? Ja. En wat we daarvoor hebben gemaakt is een kleine interface backendje. Waardoor we er zelf een alias toe kunnen voegen. Dus op het moment dat we zoeken en we krijgen geen resultaat, dan denk ik, ja, maar dit is toch logisch. We weten dat... wat is een goed voorbeeld? Nou, het makkelijk voorbeeld is nog steeds, we weten dat een dochter een meisje is. Dus zeggen we, dochter is ook de categorie meisje. En 2 jaar is ook dat categorie peuter. En goedkoop is ook 0 tot 10 euro. Dat soort dingen. Ja. Gewoon de menselijke intelligentie toevoegen eigenlijk. Ja. Hey, jullie hebben een filmpje gemaakt, want je vindt je belangrijker. Want dat is goed te laten zien aan zo'n jury. Ja. Gaan we even kijken, Peter, naar het filmpje wat je hebt klaarstaan. Bolly, de collega van de slimme collega's eigenlijk van Billy, hè, was het. Wat je zei vannacht toen die man van Bol weg was, zeg maar, ons niet meer kon helpen, vroegen ons af, gaan we het wel redden. Heb jij nog geslapen vannacht? Heel kort. Ik was eigenlijk moest vanochtend even weg naar Hilversum voor een radio-uitzending. En ik had mijn trein gemist en die gaat 's ochtends midden in de nacht, maar 1 keer per 1,5 uur of zo. Dus die tijd dat ik me had gemist heb ik gebruikt om even een dutje te doen. Maar verder gewoon lekker doorgewerkt. Ja, een van de dingen waar de jury naar kijkt is of je meerdere dingen gecombineerd hebt. Dat hebben jullie bewust niet gedaan. Want als je meerdere API's, heb je er wel over nagedacht? Of vind je het juist beter om zeg maar 1 goede toepassing te bedenken? Nou, als ik heel kritisch kijk naar alle hacks die zijn gemaakt, zit er een aantal echt hele goede tussen.
Maar wat ze allemaal missen is dat het niet iets is wat je direct vandaag online kan zetten of kan shippen. Allemaal hebben heel veel logistiek nodig. We hebben een community nodig van mensen die het gebruikt om het waardevol te maken. En dat is denk ik een heel logisch gevolg van het feit dat je gaat kijken hoe kunnen we al die API's combineren. En krijg je heel erg snel fysieke dingen, want je gebruikt TomTom waar mensen zich moeten verplaatsen. Of je gebruikt fysieke producten die je in de winkel moet halen met Albert Heijn. En er is op zich niks verkeerd mee, want je krijgt hele goede business concepten eruit. Waarvan ik echt denk, ja, vet. Maar ik mis een beetje de directe toepassing van, hey, dit is gewoon handig en lekker makkelijk. En we hebben eigenlijk heel natuurlijk voor één API gekozen. Het kwam niet eens in ons op om een andere daarbij te gebruiken. Wat wel zo is, is dat de tool die we hebben gemaakt, kunnen we heel makkelijk porten naar bijvoorbeeld de Transavia API en zeggen, hey, ik ben op zoek naar een vakantie voor 2 weken met 3 mensen. Het moet een beetje zonnig zijn en willen lekker kunnen zwemmen. Ja. Wat als weer als Ali al staat voor zon, zee, strand, zeg maar. Hetzelfde voor de Albert Heijn API. Alleen de bol.com API is gewoon, of de dataset daarvan, is dusdanig groot dat de stap die je als mens nog moet maken om intelligenter te maken, een stuk kleiner is dan bij die andere API's. Ja. Hey, en bij Bol kun je dit soort dingen al nu al gebruiken. En dan kan jij zeg maar een percentage krijgen van de verkoop die je doet. Dus wat zou er nu nog voor nodig zijn om dit echt werkend te maken? Ja, er is nog heel wat veel handwerk. Wat we nu hebben gedaan, we hebben de bol.com catalogus gepakt. En alleen dit stukje, namelijk speelgoed, gepakt. Ja. Om daar die proof of concept mee te maken. En die werkt echt lekker. Echt... wat je net zag in het filmpje, op een gegeven moment typte iemand Robert. Komt er dat een teammate, die heeft Robert en Alias gemaakt voor My Little Pony. En dan zie je op Robert, je krijgt ook gewoon goede My Little Pony dingen, weet je wel. En het gemak om het aanbod of het algoritme zeg maar uit te breiden, dat is zo lekker dat zeker denk ik dat het nog beter uit te breiden valt. Maar daar zit nog wel heel veel handwerk bij. En we kunnen het redelijk snel live zetten, mocht dat willen. Maar er zit een tweede laag en dat is wat we allemaal niet hebben kunnen maken. En dat is door het nog relevanter te maken, door producten die beter matchen uit te lichten, door het algoritme zelf leren te maken. Dus als er gewoon woorden die veel worden gebruikt, waar niks op gevonden wordt, naar boven laten komen, zodat dan de mens weer kan zeggen van hey, oké, hier wordt veel op gezocht, maar er wordt niks gevonden, waar kunnen we dat onder thuis brengen? Ja. Er zitten nog wel heel veel extra stappen, maar ja, uiteraard is het een weekend om even een werkend dingetje te maken. En ik ben vrij enthousiast en ik hoop de jury in bol.com ook en wellicht gaan we dan verder. Ja, want dat straal je inderdaad ook uit, dus je sluit niet uit dat hier echt wat mee gaat gebeuren. Ja, ik heb veel hackathons gedaan, altijd wel weggelopen met het idee van ja, vet, dit gaan we doen. En kijk, je hebt niet altijd de luxe dat je een weekend lang je af kan sluiten van de wereld en iets kan bouwen en kan gaan shippen. Dus in de praktijk is altijd wel een uitdaging. Ja. Kijk, als er enthousiasme is en een bol.com of een andere partij, we hebben visitekaartjes in de zak zitten al, die zeggen, hey, we willen hierin investeren of hier meegenomen, dat gaat gebeuren. Ja, waarom niet? Ja. Hey, je zei, ik heb andere dingen gezien, er zitten ook vette dingen bij, mooie dingen bij. Geef eens een voorbeeld van wat jij een mooi voorbeeld van anderen vond. Ja, wat ik echt het allervetste idee vond, wat ook, wat nog wel zeg maar die stap van, het heeft gebruikers nodig om relevant te worden. Maar dat is een app, maak je een boodschappenlijstje bij de Albert Heijn. En stuurden wij de wereld in, of jouw buurt in. En iemand kan dan zien dat jij die boodschappen nodig hebt. En zegt, ja, ik heb nu een half uurtje de tijd, of ik ga zelf ook naar de Albert Heijn. En voor €15 extra haal ik jouw boodschappen ook. Breng ik bij je langs, wij rekenen af. En je hebt feitelijk gewoon albert.nl, maar dan binnen een uur. En dat vond ik echt heel erg sterk. Ja, Mirabeau was dat, denk ik. Want ik heb hier net te gast gehad. Die hadden inderdaad dat ontwikkeld. Dus we waren zelf ook enthousiast, maar daar ben je ook inderdaad heel enthousiast over. Ik ben er heel enthousiast. Ik vind het ook echt een heel erg goed en vet concept. Ja. Dus, Oké, super. Nou, hey, hartstikke bedankt. En we gaan zien tot hoeveel je gaat komen straks. Ja, ik ben benieuwd. Wordt het over 5 minuten? Ja, dus, oké, man. Zien. Dankjewel. Dankjewel. Ja.